Nou Joost, we gaan voortbouwen op de vorige sessie. Ik wil graag de rivier oversteken. En dat ga ik doen door deze snelweg aan te sluiten op deze snelweg. Gewoon even om te kijken hoe we dat doen. Ik draai hem even om. Ik zet de boel op pauze en ik haal het tussenstukje even weg. En deze haal ik ook weg. Wordt straks duidelijk waarom. Ik zal deze dingen even verplaatsen, zodat ze weer toegang hebben tot een weg. Die daar maar even en deze hier ongeveer. Nu ga ik van de wegen de driebaan snelweg pakken. En de dubbele snelweg. En daar ga ik een breedte van 32 voor maken. Volgens mij is dat wat deze heeft. Ja, kijk eens even wat mooi. Eerst wat ik ga doen, is dat ik hem op poten ga zetten. Dat betekent dat ik zorg dat de hoogte 9 meter wordt. Dan ga ik eerst eens even een stukje rechtuit. Zo ongeveer. En dan gaan we op deze manier naar de overkant. En dan komen we er scheef vooruit, maar dat geeft niet. Oh, deze is wat. Dat moet ik eerst even corrigeren. Deze is wat verder gegaan dan ik dacht. Zoiets. Dan komen we ook gelijk wat beter uit. Snelweg weer. Dubbele snelweg gebogen. Eerst maar eens zorgen dat we een stukje omlaag gaan. 6 meter. 3 meter. 0 meter. Hoppakee. Nu zet ik het dubbele snelweg ding uit. Dacht ik. Dit ding doet wel eens lelijk tegen me. Nu heb ik hem geloof ik. Recht. Hop. Hop. Hier sluit hij nog niet helemaal lekker aan. Dat hebben we ook al eerder meegemaakt. Even kijken. Weg jij. Gebogen. Hup. Hup. Dan doen we die. En nou deze nog. Dan moeten we dezelfde truc uithalen. Nou, die zal ik even één voor één doen. Kijken wat de lengte is. Die is 17. Ik ga dat in 3 stappen omlaag brengen. Dus dat wordt 5, 6, 6 of zo. Daar kun je zien 5 U. Dat betekent 5 units. Dan gaat hij naar... Oh, dat is een beetje overdreven. Hé, hey, dit zou 9 meter moeten zijn. Eerst maar zo proberen dan. 5, 3 omhoog. 3 omhoog en aansluiten. Doe deze ook even van deze kant af. Hop. Hop. Dan moet ik ze alleen even omdraaien. Hoppakee. En dan nog een beetje verfraaien, want het ligt er niet echt netjes bij zo. Nou hebben we alleen geen toegang meer, zoals je ziet. Maar daar gaan we voor zorgen. Dit is dus wel even een heel gepruts. Even kijken hoe ik dat aan ga pakken. Vanaf deze lijn. 15, ja, ik ga naar deze toe. Dacht ik. Zoiets. En dan maximaal dan omlaag. Dan zal ik eerst hier eens even kijken of ik hier ruimte genoeg heb. Oh ja, ja, verdwijnt vanzelf. Ik ga hier een zesbaans weg aanleggen. Met mooie boompjes erbij. Hoppakee. En dan laat ik daar de afrit van de snelweg op aansluiten.
Even kijken, daar komt hij. Huppakee. En daar vandaan ook gelijk. Die kant op. Zo. Nou, die is niet helemaal netjes geworden. Gebruiken we de Move It mod voor. Oeh, dat gaat niet goed. Zo, nou, veel beter wordt hij niet, denk ik. Kijken of ze er tegenop knallen. Weg jij. Deze weer. Even omdraaien. Vanaf ongeveer hetzelfde punt. Hop. Omlaag. Oh, één te ver. Zo. Hop. En dan gaan we hier vandaan. Uiteraard ook weer die kant op. Dat is een hele fraaie geworden. Ook daar kent de Move It mod een oplossing voor. Hup. Omhoog, ja. Dat is beter. En omdat we willen dat ze dedicated lanes hebben, gaan we deze even terug of veranderen in twee baans. Hier is een klein rotstukje. Hop. En nou zou het verkeer goed moeten gaan. Nu ga ik alleen, omdat hier verkeerslichten op verschenen zijn, via de traffic mod verkeerslichten even uitzetten. En hier ook, en hier ook. En ik ga zorgen dat deze zich netjes gedraagt. Ja, dat is allemaal een beetje te kort geworden. Nou ja. Oké. Okay. Zie hier iets wat me niet bevalt. Op een of andere manier is dit... Nou ja, goed. Het principe zal duidelijk zijn. Ik haal de pauze er weer af. Dan kun je zien wat er gebeurt. Ja, kijk. Dus we weten wel hoe ze moeten rijden. Helemaal goed. En na verloop van tijd zul je zien dat ze ook van deze kant komen. Maar niet direct. Nou, aan de andere kant, hier zo, kunnen we natuurlijk ook zo'n afrit-oprit gebeuren maken. En dan kun je hier gaan uitbreiden. Nou, dat was het voor nu even. Ik zet hem weer even op pauze.